De Haagse bierbrouwerij Eiberbier heeft afgelopen vrijdag De Baron gelanceerd. Een biertje geïnspireerd op de ingrediënten van het Haagse hopje. En de maker is bij mij in de studio, Jasper van den Burg. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was druk onderweg. Ja, het was heel druk. Het was even doorrijden, maar we zijn er. Jasper komt net binnenrennen. Ben je een beetje op adem? Ik ben helemaal op adem. Oké, okay, goed. Bier met een Haagse hopje. Ik heb het al een paar keer verteld vanmorgen. Maar dat is niet een combinatie waar ik gelijk aan zou denken. Nee, eigenlijk in principe niet. Want het is natuurlijk een snoepje en geen bier. Ja. Alleen, het heet wel Haagse hop. En hop zit natuurlijk in bier. Dus ja, achteraf gezien dacht ik, hé, dat is eigenlijk 1 en 1 is 2. Maar is dat dan, ik kan me zo voorstellen, dat jij een Haagse hopje zit te vreten en tegelijkertijd een biertje aan het drinken bent. Dus je denkt, nou, dat is eigenlijk helemaal geen gekke combinatie. Of is dat zo niet gegaan? Dat is wel een beetje zo gegaan, inderdaad. Want bier kun je ook wat zoeter maken natuurlijk. En ja. Er zit natuurlijk koffie in. Dat is een beetje branderig. En dat vind ik dan weer lekker in koffie ook. Dus ja. We hebben wel geprobeerd om het bier ook niet te zoet te maken. Want we willen wel dat het bier blijft en geen snoepje. Ja. Dus in het begin heeft hij een beetje een zoetje. Maar daarna heeft hij echt een beetje de branderigheid van de koffie en de wat donkere mouten. En daardoor is dit bier ontstaan. Ja, je hebt een paar flesjes meegenomen. Die zijn goed koud. Ja. Ja, perfect. Ik had ze ook aan de koelkast gezet gisteravond. Het ziet er goed uit, het etiket. Ik zie een prachtige ooievaar erop. Klopt. Skyline van Den Haag. En hij heet De Baron. Ja. Vertel. Genoemd naar Baron Hendrik Hop. Eigenlijk een beetje de grondlegger van het Haagse hopje. Hij was een man die verslaafd was aan koffie. Op een gegeven moment van de dokter te horen kreeg dat hij geen koffie meer mocht drinken. Hij had een keer een kopje koffie met daarin suiker en room op de kachel laten staan. Dat was een beetje uitgedikt. En zo bedacht hij een list om aan de bakker waar hij boven woonde te vragen of hij dat snoepje na kon maken. Zo kon hij toch koffie blijven drinken terwijl hij dat eigenlijk niet meer mocht van de dokter. Dus daar komt eigenlijk een beetje de naam vandaan. Het mooie verhaal van het Haagse hopje. Ja. Ja. Goed, ja, ik denk dat we maar moeten gaan proeven. Hè? Ja. Je hebt er zeker geen opener bij, of wel? Ook bij. Heb je natuurlijk geen sleutelhanger zitten. en neem jij er dan zelf ook een? Nou, lijkt me wel. Ik dacht heel even dat je ging zeggen, ben je gek, het is 8 uur. Maar... Ja, nee, 's ochtends kan je ook het beste proeven, hè? Want is dan, dan zijn je smaakpapillen nog niet verpest door alles wat je al gegeten en gedronken hebt. Nou, jij weet helemaal niet wat ik al gegeten heb. Ja, dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoe lang je wakker bent inmiddels, maar... Ik was om 5 uur opgestaan. Ik heb gerookt, ik heb mijn tanden gepoetst, ik heb... wat heb ik gegeten? Kwark met appel en kaneel. Ik heb al een stuk appeltaart op. Oké. Okay. Dus als je dan nog wat proeft, dan is die lekker. En dan zou ik zeggen, proost. Oké, okay, daar gaat het. Maar wat is het gewoon een blond bier met Haagse hopjes of is het donker bier? Nee, het is een donker bier, geïnspireerd op een dubbel. Ja. En door de brander heeft hij heel iets licht van een porter. Ja. Maar hij is wel heel eigen, omdat hij echt die twee verschillende combinaties van smaken heeft. Ja, maar is het de donker zo donker dat ik twee slokken achterover pleur? Of, Nee, 4 slokken heb je wel nodig. Oké, okay, goed. Nou, daar gaat hij. Oh ja. Ik proef niet gelijk het Haagse hopje. Nou, in het begin, als je de smaak wat ontleedt inderdaad, heb je in het begin echt een beetje het zoetje. En daarna komt de branderheid, komt echt de koffie komt naar boven inderdaad. En dat, die boer je een beetje op. Die komt al, die zit er nog bij. Hey, te gek. En waar kunnen we dat dan waar kunnen we dat kopen? We hebben nu ongeveer 25 verkooppunten. Wat slijterijen, vintage shops, cafés waar je natuurlijk ook ter plekke kan drinken. Ja. Maar eigenlijk moeten mensen gewoon even op onze website kijken. Daar staan alle verkooppunten uitgeschreven en precies wat er te koop is. Dus daar kunnen ze alles vinden wat bij hun het dichtst bij is. Ja. Maar is dat dan ook op de tap en zo? Of is het alleen op de fles? Het is nog niet op de tap. Dat gaat binnenkort komen. Maar voorlopig nog alleen een fles. Grote en kleine flessen. En waar zit jullie brouwerij? Ik maak thuis alle recepten. In het keukentje gewoon. Maar dan brouw ik 20 liter. En als ik dan eenmaal recepten waar ik tevreden over ben, dan huren we ergens anders een brouwerij. Dat is momenteel een uitgeest. Ja. En de droom is natuurlijk om dat hier in Den Haag neer te gaan zetten. Helemaal... Alleen dat kost wel wat centen. Ja. Dus we zijn flink aan het sparen inderdaad. Ja, dat begrijp ik toch. Ja. Dus het is gewoon, dit wordt gewoon thuis gebrouwen eigenlijk. Wordt thuis in de keuken ontwikkeld allemaal. Ja. Ambacht joh. Ja. En is het dan ook een onwijs zootje bij jou in de keuken? Of dat allemaal? Is altijd wel een flinke schoonmaaklus daarna. Sowieso is bierbrouwen vooral eigenlijk wachten en schoonmaken. Ja. Dus dat is eigenlijk de grootste taak altijd. Bier met Haagse hopjes, kunnen we van je lijstje afstrepen. What's next? We hebben nog genoeg ideeën. Daar gaan we nog niet te veel over zeggen. Want we willen niet de rest wijzer maken dan nodig. Maar we willen wel eigenlijk al onze bieren altijd wel een kwinkslag met Den Haag willen laten houden. Dus je ziet ons flesje, we willen echt Haags zijn. We zijn Haags en daar zijn we ook trots op. En dat mogen we uitdragen ook, denk ik. Okay, dan weet ik de volgende al. Dat is dan, een bier met een Haagse kakker. Dat zou nog zeker kunnen, ja. Mag je op je lijstje schrijven, ik hoef het geen geld. Zet hem erbij, je bent de eerste die hem te proeven krijgt. Dan. Top. Jas van den Burg, dankjewel. Graag gedaan. En ik ga hem lekker opdrinken. Ja. Hij smaakt goed. Top, goed om te horen. Dankjewel. 10:30, Chris Malinchak hoor je nu. Dit is So Good To Me in Haagse Ochtend Radio.